liefde. Een woord wat je veel hoort. Liefde tot je ouders, liefde tot je vrienden, liefde tot je kind. In films gaat het ook vaak over liefde. Of gaat het meer over lust? Er zijn veel vragen rondom het thema liefde. En daarom ga ik vandaag in gesprek met Harm en Mooi. Nou, Harmen, jij werkt op het mbo en je bent zelf ook vader van hele leuke kinderen, heb ik gezien. En je geeft op het mbo geef je ook onder andere seksuele voorlichting. En dat gaat natuurlijk ook heel veel over liefde. Ja. Nou, en je hebt natuurlijk zelf kinderen. En vind je het nou heel belangrijk dat baby's ook liefde krijgen? Ja, ik denk dat het echt van levensbelang is. Als je kijkt naar hoe een kindje zeg maar, in een gezin komt... een kindje voelt haar fijn aan of het welkom is of niet. Ja. Die voelt of het liefde krijgt, of er genegenheid is, of er aandacht voor is. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de liefde die je dan al geeft... een soort stabiele basis legt voor later. Misschien zelfs zover dat je zegt van... hey, zelfs voor seksuele vorming wordt daar de basis al gelegd. Dus een kindje voelt dat. Ben ik welkom, ben ik niet welkom? En die liefde is dus echt letterlijk van levensbelang. In de Bijbel gaat het natuurlijk ook heel vaak over liefde. Nou, God die zegt ook in de Bijbel van... ja, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Wat betekent voor jou nou eigenlijk liefhebben, dat woord liefhebben nou precies? Als je kijkt naar het woordje liefhebben... dan denk ik altijd, het is een werkwoord, dus het is actief. Je bent zelf daar 100% bij betrokken... en je hebt daar ook dus 100% aandeel in liefhebben. Passief liefhebben, dat kan eigenlijk bijna niet. En om daar een voorbeeldje van te geven... kijk, zodra je met mensen in contact komt... heb je altijd de keuze om mensen lief te hebben. Je ziet ook vaak hè, bij studenten, die komen in een nieuwe klas... en sommige studenten trekken naar elkaar toe... en anderen denken van, nou, die mag ik misschien iets minder. En toch vraagt God van ons daarvan, je hebt elkaar actief lief. En misschien zit daar dan ook wel soms een stukje bij van jezelf wegcijferen. En dat wegcijferen, wat bedoel je daar precies mee? Met wegcijferen bedoel ik eigenlijk dat je soms een stapje harder moet doen voor de ander dan voor jezelf. Dus wegcijferen, als je daar een concreet voorbeeld van hebt. Nou, stel iemand vraagt aan jou van, zou je mij morgen kunnen helpen? Terwijl je eigenlijk weet van, nou, het wordt een beetje krap morgen. Dat je dan zegt van, ja, dit is belangrijk. Nu kan ik laten zien hoe ik die persoon lief heb. Ik ga het doen voor haar of voor hem. Dus dat je jezelf eigenlijk ook een soort van beetje opoffert. Eigenlijk wel. Ja, mooi. Ja. En ik denk dat in een relatie, als we het hebben over liefde... dat je dat daar ook ziet. Dat je soms als man en vrouw naar elkaar... je laat soms dingen ook voor elkaar. Of je denkt van, oké, die heeft het even moeilijk. Doe ik vandaag een stapje harder. Ja. Op die manier. Nog een vraag. Denk je dat je soms ook jezelf te veel kan wegcijferen? De Bijbel staat natuurlijk wel van... heb je naaste lief als jezelf. Ja, precies, ja. Dus denk het element van jezelf liefhebben daarin. En dat betekent niet de een of andere narcistische manier van jezelf liefhebben... maar jezelf accepteren zoals je bent. Ja, loop niet jezelf voorbij. Nee. Je komt soms mensen tegen die geven. En uiteindelijk er misschien zelf aan onderdoor gaan. Er ligt natuurlijk ergens een grens van hoe ver mag je daarin gaan. Ja. Dus een stukje zelfliefde, maar ook daarbij een stukje zelfbescherming, denk ik... is daarbij belangrijk. Maar aan de andere kant lees je ook in de Bijbel... soms als iemand je dwingt om 2 mijlen te gaan... ja, soms moet je die ook doen. En dan kan het dus wel een offer zijn. Ja. Maar ja, let ook op je eigen grens daarin. Ja. Nu heb ik nog een laatste vraag. Heb jij een mooi voorbeeld, misschien uit je eigen leven... of misschien dat je wel eens van iemand anders gehoord hebt... over dat woord wegcijferen? Want dat ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Ja, ik heb daar denk ik wel een mooi voorbeeld bij. Maar die bewaar ik voor de volgende aflevering. Nou, dat voorbeeld van Harmen, dat zien we over 2 weken weer terug. Tot dan!